Hoi allemaal, ik ben Danielle. Ik werk als operatieassistent in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Ik laat jullie vandaag even zien wat mijn werk is, dus loop maar mee. Toen ik 16 was, ben ik met mijn tante mee geweest. Zij is operatieassistent. En ik wist dat niet dat ze dat was, dus ik moest in één keer een blauw pak aan en een muts op en gekke schoenen. En toen stond ik in één keer op een OK bij een aorta-dissectie. En hoe ik toen zag hoe ze met z'n allen werkten voor één iemand, dacht ik ja, dit wil ik gaan doen, dit wil ik zijn. Als ik hier aankom, dan hebben we eerst een overdracht in de koffiekamer met de bijzonderheden voor de dag. Dan loop ik naar mijn OK toe waar ik heen moet en controleer ik alle spullen of dat aanwezig is, of de apparatuur het binnen doet. Start ik de computers op en zodra de arts binnen is, controleren we met z'n allen nog een keer even het programma. En dan gaan we de patiënt halen en zorgen wij dat alles klaar ligt voor de operatie. We hebben drie verschillende functies. We kunnen omlopen, we kunnen assisteren of instrumenteren. Als assisterende en instrumenterende sta je steriel met een jas aan en hou je de mond open of geef je de instrumenten aan. En als omloop ben je degene die spullen aangeeft vanaf buitenaf en protheses aangeeft. Administratie zorgt dat het goed genoteerd is. Bloedverlies door communiceren naar de anesthesie, daarom is de samenwerking hier heel erg belangrijk. Dat was het eigenlijk wel een beetje. Ja. Laat ik gewoon eerlijk zijn, we hebben het best wel vaak koud op de OK en daar hebben we speciale jasjes voor, maar jasjes komen dan alleen tot hier, dus dit is altijd helemaal koud. Daar kunnen we weinig aan doen, maar het heeft natuurlijk wel allemaal reden, want er komt vanuit het plenum komt er een flow naar beneden, die wordt door de roosters opgenomen en daardoor is er geen terugstroom naar het wondgebied, waardoor we alleen maar minder wondinfecties moeten krijgen, dus dat is helemaal goed. Dat was bij de vaatchirurgie. Toen deden we een liesdesobstructie, dus dan wordt het opengemaakt in de lies. We klemmen het vat af en dat maken we open en we halen de plakker uit en we sluiten het. Maar dat werd toch even een ander verhaal. Dus uiteindelijk begonnen we rond 8:30 en waren we om 2:30 klaar of zoiets. Dus dat was wel een lange staan. Je mag niet even tussendoor. Het Franciscus, dat zijn twee locaties. Dus ik vind het leuk om op twee locaties te werken. Heel veel specialismen zijn hier, dus er is heel veel diversiteit. Waardoor ik het gevoel had dat ik me gewoon wat beter kon ontwikkelen. En dat ik gewoon meerdere soorten wat mee zou krijgen. Nou, dit was een vlog over wat ik doe en waar ik werk. Hopelijk vonden jullie het leuk. Nu zijn wij nog op zoek naar gezellige collega's die het net zo leuk vinden om hier te werken als ik. Dus neem een kijkje op werkenbijfranciscus.nl en wie weet sta je binnenkort daar.